Henk Temming, het Nederlandse lied. Hoe belangrijk is het Nederlandse lied? Nou, het is voor Nederlanders heel belangrijk. Voor de rest van de wereld is het van geen waarde. Ik vind het ook ontzettend belangrijk. Nou, kom je zelf uit de periode van het goede doel. Ben je toch, ja, een soort, je hebt de weg geplaveid toch mede voor de Nederlandse hits en bands van dit moment. Voel je dat zelf zo? Nee. Nee, want voor mij waren er weer anderen die het Nederlands zongen. Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot en daarvoor weer anderen. Waaraan moet een goed Nederlands lied voldoen? Ja, dat geldt voor ieder genre. Zijn andere maatstaven. Maar het moet in ieder geval inhoudelijk interessant zijn. Het moet iets met je kunnen doen. Vrolijk maken, verdrietig. Als het bij de luisteraar niets oplevert, is het overbodig. Zou de winnaar van X-Factor een Nederlandse plaat kunnen maken, denk je? Ja, dat zou best kunnen, ja. Wie wordt het? Ik denk Anja, maar het is ook een beetje, de wens is ook een beetje de vader van de gedachte, omdat ik vind dat zij veruit de beste zangeres is. En ja, daar gaat mijn hart naar uit in ieder geval. Dankjewel. Okay.